En welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Het is maandag vandaag en ik heb weer vandaag gewerkt. De eerste werkdag zit er weer op voor deze week. En ja, het was niet zo'n beste dag. Voelde me eigenlijk niet zo lekker. Ik zat niet lekker in mijn vel. Ik had hoofdpijn, draaierig en ik had wat problemen in mijn hoofd weer, zoals ik altijd heb. En dit keer zat ik er gewoon lekker een keer naast. Heerlijk is dat, zeg. Je eigen druk maken voor niks. En dat heb ik wel eens vaker. Ik maak me eigenlijk soms zo verschrikkelijk druk om niets. Terwijl er niets aan de hand is. En ja, dan moet ik eens een keertje afleren. Maak je eigenlijk niet zo druk. Je bent een goede gozer. En ja. Het is niet allemaal. Hoe noem je dat? Het is niet allemaal. Ellende. Nou, ik ben een beetje vergeten mijn bakkenbaarden te scheren. Ik ben even lekker mijn bakkenbaarden even lekker scheren. Dat moet ook wel eens gebeuren, hè? Beetje bijpunten zo. Zo. Zo, dat voelt een stuk beter anders als ze net, zeg. Kunnen leren. Ik ga dadelijk vanavond nog even lekker livestreamen, denk ik. Zo. Ik was vergeten om mijn bakkenbaarden een beetje te scheren. Dat was precies zo keihard. Echt van die stoppel, van die keile stoppels. Nou sla je een licht weer uit. Dus vandaar, dus ik heb even. Weer dus vandaar, hè. Dus ik ga zo even lekker op eten. Ik heb even boodschappen gedaan. En ik dacht bij mijn eigen, joh, de buurman. Ik heb af en toe ook wel eens even boodschappen nodig bij de Lidl. En ik denk, weet je wat, ik ga dus even vragen of hij wat nodig heeft. Dus ik heb ook gelijk boodschappen voor hem meegenomen. Ja, dat moet ook gebeuren. Dus ik rijd toch en ik heb zoiets van, ja, neem ik dat ook gelijk mee. Dan hoef hij niet helemaal weer te lopen. En tegenwoordig is de Lidl bij ons weg. Dus ja, dat is al een heel groot probleem. Dus vandaar. Ik zeg het gewoon nog even lekker een paar keer expres. Ik ga even lekker nog even een computer hier. Poesjes zijn blij dat ik thuis ben. Die dachten al van, waar blijft hij nou? Hij is zo laat vandaag. Maar ik ben weer thuis, gelukkig, eindelijk. En dan kan ik gaan beginnen met de vlog van vandaag. Ja, ik hoop vanavond nog even te livestreamen. Ik weet het nog niet of dat gaat lukken. Dat zien we vanzelf wel. Denk het wel hoor, want ik heb altijd wel zin om te livestreamen. Dat vind ik altijd wel leuk. En dan hebben we eens even een keer een livestream weer even. Ik heb even het weekend even lekker rustig aangedaan. Niet gelivestreamd, alleen vrijdagavond. En dit keer vandaag ga ik toch wel even lekker GTA streamen. Als het zou Joost ook komen, ik weet het allemaal niet. Af en toe verslaapt hij zijn eigen nog wel eens. Dus ik verwacht gewoon helemaal niks. Ik zie het wel als hij komt. En als hij niet komt, dan is het ook goed. Het is geen verplichting. Dus hij moet ook gewoon lekker kunnen uitrusten. Hij werkt er ook keihard voor, net als ik. Dus ik vind dat hij s'avonds gewoon lekker zijn rust moet pakken. Ik ga even computeren. Ik had. Oh, trouwens, ik had nog even één dingetje. Ik had jullie verteld dat ik een aflevering had opgenomen van Planet Coaster. Nou, ik zal vertellen hoe dat afgelopen is, want jullie hebben hem vorige week niet gezien. Jullie hebben niet die aflevering gezien. Ik heb hem opgenomen, maar mijn OBS die doet het niet. Ik heb een heel raar beeld. Ik had maar half beeld. En het, omdat het ook heel klein beeld was, was het beeld echt, het was echt ontzettend slecht. Je zag ja, echt hele lelijke graphics. En daarom heb ik hem dus niet geüpload. Ik vond hem gewoon te slecht om hem te laten zien. Vandaar dus dat ik dat jullie geen livestream of geen aflevering gehad hebben van Planet Coaster. Ik ga maar weer mijn livestream ertussen door. Ik denk dat misschien ga ik van de week nog even snel een opname maken. Maar ik moet eerst even kijken of dat ik mijn OBS weer aan de praat krijg. En dat het beeld weer netjes is. Want
ja, beelden waar je allemaal pixels doorheen ziet, allemaal puntjes. Dat met de pixels te maken, dat is niet mooi. Dus ik moet dat eerst weer in orde zien te krijgen. En zolang dat nog niet in orde is, maak ik even voorlopig geen afleveringen meer. En ook geen livestreams van Quent. Zo, ik ben echt vandaag in de bonen, hè. Het is echt weer zo'n dag vandaag, hè. Maak ik dus geen livestreams van Planet Coaster. Geen opnames van Planet Coaster. En even geen Metro Simulator. Omdat eerst alles... op de goede stand moet gezet worden. Nou, ik ben er net dus wezen winkelen. En ik... Mooi dat. Ja, ik moest winkelen. En ik had natuurlijk een boodschappenkarretje nodig. Nou, hoe moet je voor een boodschappenkarretje? Dat weet iedereen. Moet je geld in doen. En ik dacht dat er alleen maar 50 cent ging. Bleek ook een euro in te kunnen. Maar ik zat 50 cent te zoeken. En toen zat ik in mijn tas te graaien. En na de openluchtmuseum ben ik een dingetje kwijtgeraakt. Dat is dat kleine pookje. En die ben ik eigenlijk al sinds het openluchtmuseum ben ik die kwijt. Kon ik die niet meer vinden. Ik wist dat ik hem ergens had. Ik ben natuurlijk ook die dag mijn camera verloren. Maar dat was s'avonds pas bij de wedstrijd van Feyenoord. Toen had ik hem al niet meer, dat pookje. Maar ik wist dat ik hem had. En ik ging dus even kijken of ik nog los geld in mijn tas had. En tralalalala, ik zal hem er even afschroeven. Want hij zit nu op de camera, zit hij nu... Kijk, ik heb hem weer gevonden. Ik schroef hem er gelijk weer op. Ik vind het toch zo'n... Wow. Ik vind het toch zo makkelijk. Ik vind het echt een makkelijk pokie dit. Ik ben er wel echt heel erg blij mee. In het begin had ik zoiets van, jeetje, ik had liever een selfie stick gewild. En wat moet ik nou met zo'n klein pokie? Daar heb je helemaal niks aan. Nou, ik vind dat kleine pokie vind ik echt makkelijk. Want ik kan hem nou echt heel makkelijk... Kan ik hem gewoon zo houden. Zonder dat het me veel moeite kost. En dan heb ik toch... Een flinke achtergrond. Nou, ik ga weer even verder. Allemaal slap gelul allemaal. En ik ga weer even verder. Ik ga zo even hapje eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 8:30. En ik ga de stream opstarten. Het is al heel erg donker hier in huis. Dus ik ga even wat licht maken. Zo, dan zien jullie me wat beter. Het is 8:30 dus en ik ga de stream opstarten. Rob zou niet komen, want hij zou film kijken met zijn vriendin. Ja, dat moet ook gebeuren. Van Joost heb ik niks meer gehoord. Dus ik denk dat het een avondje alleen Grand Theft Auto spelen wordt. Jammer, maar het is helaas niet anders. Dus we gaan gewoon een sessie opzoeken waar andere mensen zijn. Of waar vrienden, andere vrienden zitten. En dan gaan we ons in de anonimiteit gaan we ons storten. En dan ga ik gewoon lekker spelen. Ik ga toch vast de laptop pakken. Ik heb gewoon echt zin om vanavond Grand Theft Auto te spelen. Hoe dan ook. Met iemand of zonder iemand. Ik heb echt zin om te streamen vandaag. Dus ik ga lekker live streamen. Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, boven is het weer één grote pestherrie. Hij zal het ook nooit leren. Asociaal figuur die alleen maar aan zijn eigen denkt. Keihard bonken. Keiharde stemmen. En als er geen keiharde stemmen zijn, dan is het wel weer de televisie die ontzettend keihard staat. En als de televisie niet keihard staat, dan staat de muziek wel keihard dan. Gewoon een of andere asociale figuur die nooit met anderen rekening houdt. Nou, ik ga even lekker livestreamen. Ik heb er echt zin in. En ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik heb 2 uur gelivestreamd. En ik ga naar mijn bed toe. Ik ben het zat voor vandaag. Ik was helemaal in mijn uppie. Was verder niemand online met spelen. Er waren wel heel veel kijkers. Was wel hartstikke gezellig. En Ramon was daar ook. Dus het was ook wel super gezellig. En Jeroen de Mo was er en het was echt super gezellig was het. Dus ik ga nou lekker slapen.
Zo, en ik ga het naar mijn bed toe. Ik ben het zat. Ik ga het slapen. Ik heb een 2 uur durende livestream gehad. Ik was verder helemaal in mijn uppie. Maar ik had wel leuke kijkers. Geronimo was de Ramon. En Nick en nog een heleboel anderen waren er. Het was hartstikke gezellig. Toppie was het. En ja, ik heb toch wel, wel genoten. Ondanks dat ik in mijn uppie was. Ik doe even mijn gordijn gelijk dicht. Zo. Pa. Zo. Ga ik lekker naar mijn bedje toe. Oh. Ik heb net ook al even een uurtje leggen slapen, half uurtje leggen slapen. Ik was echt, ik ben het helemaal zat. Ik heb, ja, mijn beste top is wel moe. En ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ik heb het wel gehad. De jongens leggen ook al, leggen al eens een mandje al. Kijk, daar legt de ene al. En de andere loop je ook nog ergens rond. En ja, het is gewoon wel tijd om lekker naar bed toe te gaan. Dat doe ik ook gelijk even. Oh, ik struikel over mijn camera, over mijn laptop heen. En ja, ik heb niet veel meer te melden. Beetje korte vlog. Maar ja, zo is het eenmaal. Ik kan er niks verder meer van maken. Ik bedank jullie allemaal, ondanks alles, toch voor het kijken. Ik zou zeggen, doe het blauwe duimpje de lucht in. Of is het tegenwoordig nou een grijs duimpje geworden? Ik weet het niet. En ik zou zeggen, als jullie nog niet geabonneerd zijn, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog morgen. Hierop is Ultrex. En doe even het belletje aanklikken. Dan word je op de hoogte gehouden van de laatste... dan worden jullie op de hoogte gehouden van de meldingen als er weer een nieuwe video is of een livestream begint. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. De groetjes allemaal. Tot morgen. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.